Communicatie is hier een heel groot ding eigenlijk. Zeker omdat je met hele kritieke mensen te maken hebt. Waardoor je gewoon goed van elkaar op aan moet kunnen. Wij zien heel veel nare casussen. Dus echt van de meest vreselijke ongelukken komen hier. En nou, dan ben je als professional aan het werk. Doordat wij zoveel nare dingen zien, proberen wij het ook los te laten. En in ons team wordt dan ook wel gelachen. En dat moet ook, denk ik, kunnen. Wij kunnen ons ei kwijt aan elkaar. We praten ook over de problemen. Maar ik denk dat lol in je werk, dat het ook heel belangrijk is. Je hebt hier ongeveer evenveel mannen als vrouwen toch wel werken. Op de meeste afdelingen zijn vrouwen wel in de meerderheid. Maar nee, over het algemeen is het hier wel een beetje gelijk verdeeld. De ICV 1, dus het torencentrum, is heel klein. Die kent elkaar ook heel goed. Buiten dat zijn de IC's in het hoofdgebouw iets groter. Maar die doen ook dingen buiten het werk om. Zoals naar de bioscoop gaan, doen we wel eens. Ze zijn laatst nog naar Paul de Leeuw geweest. We hebben hier natuurlijk nog genoeg lol buiten dat we best zwaar werk natuurlijk doen. We proberen dat dan wel te scheiden, zeg maar. We gaan dat niet bij een patiënt op de kamer doen. Dan proberen we echt zo professioneel mogelijk te zijn. We praten natuurlijk wel, maar in de verpleegpost worden er wel de nodige lolletjes nog gemaakt, hoor.